Mijn werknemers zijn wat ouder dan de werknemers die je meestal in de kinderopvang ziet. Nou ja, dan komt natuurlijk gelijk de uitdaging om de hoek kijken van hoe hou ik ze op een leuke manier in dienst. Het ontwikkeladvies helpt daarbij, doordat je dan wat vroeger je bewust wordt van de fases waar je binnen een enkele jaren in terecht zal komen of kan komen. En wat je daaraan kan doen. En dat je dat niet als een groot persoonlijk probleem moet ervaren, maar als iets waar de hele maatschappij tegenaan dendert momenteel. Het is voor mij een vrij luxe situatie dat ik als leidinggevende in een korte termijn zoveel tools aangereikt krijg. Die tools gebruik ik om richting te geven aan de gesprekken die ik met mijn werknemers voer. Ik probeer in dat denkproces een aanzet te geven tot het nemen van initiatief en ook eigen verantwoordelijkheid. Het advies wat ik heb gekregen van de loopbaancoach betekent dat we het onderwerp op de kaart hebben gezet en dat we daar op een hele leuke, prettige manier mee aan de slag kunnen. Het aanbod van het Rijk is helemaal niet duur, want eigenlijk hoef je niets te betalen. Je stopt er wat tijd in en energie, maar het levert ook energie op, want het is eigenlijk een heel leuk proces geweest en nog gaande. Thank you.